Hey allemaal, het is nu zaterdag en wij zijn de Groentjes, familievloggers. Leuk dat jullie weer kijken. Nee, we hebben midden opgehaald bij de opvang. Dat konden jullie in de vorige vlog denk ik nog meekrijgen. Ja, ik kijk even naar Sarah, want de volgende vlog die zij is er nu mee bezig. En we moesten midden ophangen, want het ging niet helemaal lekker. Dus we hadden maar één nachtje geslapen bij de opvang. Kijk, maar nu gaan we toch nog iets anders leuks doen. En voordat we uitvallen, de batterij is bijna op, dus moeten snel. Ja, dus we gaan lekker een slaapfeestje houden. Ik bedoel, als het feestje niet op de opvang kan zijn, voor haar mee te zien, dan doen we het gewoon lekker thuis. Dus komt allemaal gezellig en goed. En heeft er één zin in? Kom op! Heb je er zin in? Even spassen, maar dat hoort ook maar. Goedemorgen allemaal. Wij hebben ons slaapfeestje overleefd. En we hadden hem even wat hoger gelegd. En we gaan nu lekker even wat ontbijten enzovoorts. Mitte is wel wakker geweest vannacht, maar we hebben het niet overleefd. Ik weet niet of we nog een keer snel gaan doen, maar matrassen slepen was een gedoe. Zo, goedemorgen allemaal. Het is zondagochtend. Wij hebben dus een slaapfeestje gehad met Myrthe. Hij was wel om 2:30 wakker geworden. Ja. Maar ja. Ze dacht, we maken een feestje. Ja, precies. Ze dacht echt een feestje. Nou ja, ze was wel echt verdrietig. Ja, dat is waar. Maar op het algemeen, voor de rest, heeft ze daarna wel heel erg goed geslapen. Goed gedaan. Even een half uurtje bezig geweest. Wij hebben besloten om niet vandaag lekker naar de kerk te gaan, maar even quality time met ons gezinnetje. We gaan zo'n lekker stukje wandelen en ondertussen even kijken of we geocaches kunnen pakken vandaag. We gaan er gewoon even lekker gezellig middenochtendje / middagje erop uit. En dan gaan we vanmiddag natuurlijk Nederland kijken. Ja, een stukje Tour de France. En Tour de France denk ik ook nog wel. Dus we gaan even kijken. Misschien dat we straks nog ergens even gaan lunchen of zoiets. Maar dat zien we wel. Mietje zit lekker achterin. Dat was een stoepetje. Stoepje. Ik vind het wel grappig om af te bevorderen, een beetje te verbasteren. Ja. Ja, we gaan wel zien hoe het allemaal verder loopt en of we hem kunnen vinden. We gaan in ieder geval bij de camp aan. En dat is een, nou ja, wel een mooi gebied waar we wel graag komen. Ja, vlakbij Almere de jungle. Precies. Waar we zeker binnenkort ook weer een keer naartoe willen. Ja, want er is alweer wat veranderd. Ja, er is veel veranderd. Nou ja, we kijken wel hoe de dag loopt. Dit is in ieder geval 1. Haha. 2 was dat. Hoor je niet? Oké. Bijna, niet helemaal. Niet helemaal. Nou, we zijn weer echt een stukje verder gereden. Moeten we een stuk lopen naar een punt. Ik blijf hier gewoon bij de auto. Maar dit is dus een mountainbike route ook. MTB. Ja, die met heel veel schaapjes. Worden, hoor. Er lopen nu nog schapen.
Nou, die lopen, ze moeten er wel ook blijven, maar... Oké. Okay. Leuk is dat ze precies op de ATB moeten. Ja. Even inzoomen, want het is een beetje donker. Wacht even, ik moet even lichter maken, ja. Al dat, zo, ik heb even... donkere strepen, dat is dus het nieuwe automaten. Ja, waar die schapen dus... Dus de oude vuilnisbelt, helemaal rondom, moet je zelfs kunnen fietsen. Oké, okay, ik heb kleine beentjes. Geen conditie. En zo ziet het leven eruit, van iemand die klein is. Met een man, een vriend, hoe je het ook wil noemen. In ieder geval is het een man die lang is. Die loopt al ongeveer over het bruggetje. Ten nadeel van klein zijn. Nou, helaas. De cache waarvoor we kwamen hebben we niet gevonden. Beetje balen. Er zou hier iets moeten zijn. Een paal op een huisje. Of een huisje op een paal. Maar we kunnen niet vinden. Maar we wisten ook dat er nog een gewone cache was. Helemaal daar in de verte. En Matthijs is hem nu aan het pakken. En als het goed is, maakt hij zelf nog even beelden met zijn telefoon. En dan kunnen we het natuurlijk ook eventjes zien. In de achter. Daar komt deze weer aanlopen. Een slotje springen, het staat op het beeld. Nee, ik kom toch met deze kant op lopen. Zo. We zitten op één geocache en we zitten daar ergens in de buurt. Ik heb gefilmd. Ik heb jou gefilmd dat je over slootjes sprong. Zover kon ik inzoomen. Oh. Ja. Ik heb niet over een slootje gesprongen. Want, dat leek zo, maar je sprong heel erg zo overheen. Ja, ik dacht dat ik een slootje was, maar dat viel dus mee. Op de terugweg sprong je ook ergens overheen. Ja, dat was hetzelfde als er weer mee ging. Maar dus ik heb hem gevonden. Ik zeg het niet waar. Dus waar is er wel. En even lunchen. Een meertje. Zo, wij hebben besloten om niet al meer de jungle in te gaan. We hebben wel even wat geluncht. Maar we gaan er niet naartoe. We gaan nog even een cache pakken bij ons in de wijk. Daar rijden we even naartoe. En dan misschien twee nog. En dan gaan we naar huis om meer te drinken, te geven, te verschonen. Ja. En dan doe ik of Matthijs nog even een boodschap voor het avondeten. Nou, we hebben vol goede moed. Gaan we nu een cache vinden bij het poortje. Daar. We gaan het zien. We denken hem gevonden te hebben. We gaan niks zeggen. Alleen maar pakken. We hebben hem gevonden, Meertje. We hebben hem gevonden. Je ziet een goede staat. Ja. Goedemorgen allemaal. Maandag is het vandaag. Ik ga met Myrthe onze auto nu wegbrengen. Zoals jullie weten, een paar weken geleden moest onze auto naar de garage voor de reparatie van de voorruit. Toen hebben ze helaas schade gereden, de garage en onze auto. Nu hebben ze een vervangende auto kunnen regelen. En gaat onze auto weer voor 3 dagen weg. En ik ga dat met onze kleine Kruimel. Hey, hey, daar ben jij. Kruimeltje. Ik vond het petje, denk ik, oh, die vind ik echt wat voor Myrthe. En Matthijs vond hem ook leuk, maar hij is een beetje groot voor Myrthe, zoals je ziet. Maar ik vond hem zo schattig, hè? Ga je mee, Kruimel? Gaan we even de auto wegbrengen en kijken of de nieuwe auto, althans de leenauto, geschikt is voor ons. Nou, ik heb mijn... auto geparkeerd, maar er is gewoon het hele grote terrein hier. Het is echt, loopt ver. Geen enkel invalide plek. Ik ga denk ik toch even wat zeggen, want een beetje gemis. Nou, ik zit dus in de auto en deze is wel wat luxer dan die wij hadden. En hij rijdt eigenlijk echt heel lekker. Maar goed, hij is verder eigenlijk helemaal hetzelfde. De ramen zijn iets donkerder hier in deze auto. Maar, nou ja, we mogen in ieder geval even 3 dagen van deze auto gebruik maken. Hey, het is
woensdagmiddag. Ik heb net een heel vrolijk meisje van de dagbesteding gehad. Ik zit nog steeds in onze leenauto. Want onze auto wordt op dit moment gerepareerd. Al 3 dagen ongeveer. Omdat de garage toen schade had gereden met onze auto. We hebben een hele fijne auto nu even. Zelfs dat die we hebben, maar dan iets luxer. Maar ik ga nu met Mirte iets heel leuks doen. 3 jaar geleden ook al een keer gedaan. Kennis van ons, van onze kerk. Die heeft een nestje puppies. En wij gaan daar naartoe. Want we mogen even de puppies gaan knuffelen. Een paar jaar geleden vond Mirte dat ook al zo leuk. Dus wij dachten, we gaan het gewoon weer doen. Dus ik ga er nu naartoe rijden. En ik hoop dat Mirte weer helemaal geniet van het knuffelen van de puppies. Hey. Hey, meisje. Hey, wat is dat, hè? Net als je lachen, hè? Ja, even snuffelen, hè? Ja, gewoon even snuffelen. Nee, helemaal zwart. Voel je smeerte. Voel maar. Aaien. Aaien. Oh, je bent weer zo lief hoor, smeertje. Ja. Maar zo zacht. Ja, dat is ook echt lief hoor. Ja, hè? Lief van jou. Ja, heel mooie lieve dingen. Ja, dit handje ook even erbij. Oh. Aaien, Mirte. Hij is aaien. Oh, wat ben je lief, Mirte. Oh, kijk eens. Het gaat helemaal ontspannen van jou, Mirte. Nee, Hanna. Wat lief. Oh, ga je het zelf proberen? Ja. Daar is hij. Aaien. Lief, hè? Hoe doe je dat goed, meisje? Zo, het is alweer een donderdag. En dit was mijn laatste werkdag voor deze week. Want het is vakantie. En vaak aan het eind van zo'n schoolweek of schooljaar krijgen juffen en meesters vaak nog eens een bloemetje van ouders of een doosje chocola. En ik heb wat uitgestald wat ik dus heb gehad. Jongens, dit is echt niet normaal. Ik vind het zo lief dat op die manier zoveel respect wordt getoond naar leerkrachten en bedankt, weet je. En ik denk, het hoeft allemaal niet, weet je. Het is mijn werk. Ik doe dat gewoon, ja. En ik doe het met plezier, met passie. En ik vind het zo mooi. En dan, jongens, dit is gewoon niet te doen. Dit is toch allemaal bloemen, orchidee, lekkere geurtjes en leuke dingen om op te hangen. Chocola, snoep, een beeldje, hier nog een plantje. Oh, het is echt niet normaal. Eens kijken. Het moet gewoon afvallen, want dit is toch... Nou ja, gelukkig aan morgen visite. En is Matthijs bijna jarig. Dit is niet normaal. Mensen, het is alweer vrijdagavond. En we willen even laten zien hoe goed het eindelijk weer gaat met ons kleine druifje. Ga je praten? Ga je praten? Koekoek! Ga je praten, meisje? Ga je praten? Mama. Papa. Hallo, Mirte. Mama. Doe eens poinkie, Thijs. Poink! Hé? Maar hallo, lieve mensen. Mirte. Hmm?
kletskousje. Lekker kletskousje van mama. Lekker kletskousje van mama. Ja, wat ga je vertellen? Daar is mama. Heel goed van jou. Ja. Hey, Mitte. Waar is mama? Ja, mama is daar. Hallo, schatje. Oh, even zo. Hey, boekje. Hey, lekker ding. Weer vrolijk, hè? Ja, je bent zo vrolijk weer, hè? Ja, mama is hier. Mama is er. Nou, lieve mensen. Wij gaan deze vlog weer afsluiten, Thijs. Ja. Wij gaan deze vlog weer afsluiten voor vandaag. Nou ja, bedankt hiervoor voor het kijken. Zeker weten. En wil je meer van ons weten? Abonneer even op ons kanaal. En like. En like. Oh, en vergeet ook niet even op het belletje te drukken. Want dan krijgen ze eerst te horen wanneer wij weer een nieuwe vlog. Een nieuwe vlog online hebben staan. Hè? Ja, klopt. Precies. Dus wij gaan nu lekker genieten van dit weekend. Druk weekend, leuk weekend. Maar we zien jullie snel. Althans, jullie zien ons snel. Ja. Doei! Doei.